Dames en heren, jongens en meisjes, welkom terug bij deze nieuwe video van F123 My Team Career Mode. Mijn naam is Jan Anschaven en vandaag we werden voor de laatste video van deze My Team series. Het zit er helaas op. Ik heb helaas niet genoeg tijd om een nieuw seizoen te starten. Dus we houden het maar helaas bij 64 video's. Komt ook vanwege dat in augustus vorig jaar mijn laptop ermee ophield. De accu moest worden vervangen en Asus was daar een beetje laat mee. Dus weinig video's, helaas. Pindakaas, 16e ronde dus. Ik ben dus wereldkampioen. Max is tweede geworden, dat is eigenlijk allang beslist. Maar hebben jullie die vorige video gemist? Zal ik die eerst even terugkijken voordat je deze dus gaat zien. Dat kan rechtsboven het i'tje. Klik erop en zet die aflevering verschijnen. Maar het allerbelangrijkste is gewoon, ben je nog niet geabonneerd op mijn gamekanaal? Gewoon even doen, abonneer je vooral voor meer My Team Career Mode video's, want ook in F1-24 gaan we hiermee lekker verder. Helaas finishte ik de vorige race alweer niet vanwege een versnellingsbak probleem in Mexico. Dat betekent 2 DNF achter onze namen. En dat is ook onze tweede achtereenvolgende DNF. Helaas, pindakaas, het is niet anders. Max, beide races vijfde. Dus we aasten op revanche, kijken of we dat ook kunnen gaan doen. 14 podiums gepakt. Als ik dat goed zeg, 13 podiums gepakt. Dat zeg ik nu wel goed. Ja, en vanaf seizoen 2 was het eigenlijk alleen maar onszelf die domineerde. Spoelen de tijd mooi even door. Kijken of er nog wat updates aankomen. Nou, niet zoveel. Pirelli Hot Lap sla ik gewoon over. En dan is het tijd voor de kwalificatie. Kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Zijn we aanbeland bij Q1 op het zonnige Brazilië. In het zonnige Brazilië eigenlijk. Wacht hier gewoon weer een pole position te kunnen gaan pakken. Maar eerst door naar Q2. Dus Q1 zien te overleven. Dat is het doel in deze laatste kwalificatie. Klein beetje het gas geraakt. En daar een momentje corrigeren. Met paars in sector 2. Heuvel op. Naar start-finish toe. En de DRS weer geopend. En dat betekent dat, terwijl we daar even licht de muur hebben geraakt, ik toch nog naar de eerste tijd ga. Zijn we aanbeland bij het tweede kwalificatiedeel. Want ja, Q1. Ja, we hadden aan die ronde gewoon genoeg. Dat betekent dat we een. Olielek, dankjewel. Olielek hadden we dus. We zijn inmiddels weer naar buiten. En kijken of ik op deze set banden door kan komen naar Q3. Prima. Eerste vier bochten. Met de snelste sector in 2 dus. Komen aan bij start-finish. En dan laten we een 7e tijd noteren. Dat is teleurstellend. Middels een P8 geworden met nog ongeveer 2 minuten op de klok. En ik moet dus wel naar buiten om een uitschakeling te voorkomen. Had ik niet verwacht. De DRS is weer geopend. Kijken of we ons kunnen gaan verbeteren. Ik ben inmiddels een 10e sneller gegaan. De groene vlag wordt gezwaaid. Daar is Carlos Sainz die ons een beetje in de weg rijdt. En dat betekent einde ronde. En ik ben daar niet blij mee. Dan gebeurt er dit helaas. Jammer van Carlos. We hebben gelukkig nog tijd. 30 seconden nog. Dus kijken of we ons nu dan wel kunnen gaan verbeteren. We moeten ons verbeteren, anders liggen we er gewoon uit in deze kwalificatiesessie.
zijn er weer 3/10 onder onze eigen tijd gedoken. 4/10 inmiddels. Met groen in sector 1. Hamilton naar de snelste tijd. Tsunoda naar de snelste tijd. We zijn inmiddels doorverwezen naar een 12e positie. We gaan nu op het gas. Zijn 3/10 sneller dan onze eigen tijd. En dat betekent een 9e tijd volgens mij. Jazeker, hebben we het maar net gered. Dus ja, goed gedaan. Ameland bij Q3. We gaan het maar bij 1 run houden. Ik laat iedereen voorbij om een vrije baan te hebben zometeen. Als we nog ongeveer 1 minuut en 10 seconden op de klok hebben. De overtakeknop is weer aangezet. De ERS is trouwens weer aangezet. En we zijn onder de minuut gedoken. Wat betekent dat dit onze enige run is in Q3. De DRS is weer geopend. En met groen in sector 1 en 2. Lando Norris naar pole position. En dan komen wij aan bij start-finish. En dan pakken wij volgens mij de pole position af. Jazeker. Pole position voor de laatste wedstrijd. Goed gedaan. Voor de laatste sprint eigenlijk. We zijn gewoon een halve seconde los van Norris. Van Max zelfs 16e. Dus is het op naar de sprint en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Forget pit stops, forget fuel management. It's pedal to the metal all the way here as we get ready for today's sprint. Through the driver grid order for today's exciting sprint. The professor lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Moving on to the rest of the grid, we have Oscar Piastri, Verstappen, Russell, Tsunoda, Teo Porcher, Sainz, Drugovich, Leclerc, Doohan, Gasly, Perez, Richard Vasseur, Albon, Sargeant, Stroll, Liam Lawson, Bottas, Hauger, Magnussen and Nyck de Vries. And with preparations almost complete, let's head trackside for today's sprint. Right, mate, it's the final race of the season. There's nothing to lose here, so go out there and enjoy it. Nou, dat gaan we zeker doen. Kijken wat we dus kunnen gaan doen in deze sprint. We vertrekken dus vanaf pole position, maar eerst de formatieronde voor deze 8 durende lange race. Dat betekent dat we deze race winnen, dat we weer 8 punten erbij hebben en ook van pole position mogen gaan starten in de hoofdrace. Nou, banden zijn denk ik wel goed opgewarmd. Jazeker, remmen dus ook. En dan komen we aan bij onze positie. En 0,4 meter er vanaf vindt de game blijkbaar te ver. Vreemd. Dus wat betekent dat ik naar achteren ben gezet. Dus het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze allerlaatste sprint in My Team Carré Mode. Aflevering nummer 64 gaat dus beginnen. De lampen gaan aan voor de grote prijs van Brazilië, São Paulo.
trekken dus vanaf pole position. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Jazeker, gaan nog gelijk die eerste bocht een beetje afknijpen. Omdat daar Lando Norris aan de binnenkant zat. Daar kijkt Piastri aan de buitenkant bij Norris en die is er voorbij. Maar Norris vecht zich terug. En wij gooien gelijk de overtakeknop aan om die McLaren's af te stoppen. Nee, Norris in de Red Bull zit ernaast. Maar kan er niet voorbij. En Tsunoda zit ook te kijken. Weer Norris, hier een betere tractie aan de buitenkant. Ook hier is geen plek. En Sainz rijdt op de mediumband. Interessant. Er zijn maar 8 rondes te gaan. Zitten we in de 4e ronde van de race. Als ik de zelfs raceronde verbeter naar een 1-10-0-2-3. Piastri en Norris knokken samen om P2. Het gat naar hun is ongeveer 1,3 seconden. Voorlopig doe ik het lekker rustig aan. Zijn we dominant bezig. Geen idee waar Max Verstappen rijdt. Nog altijd een goed gat naar Piastri. 1,2 seconden. Moet hopelijk zo blijven in deze race. Zitten we in de laatste ronde van de wedstrijd als Piastri wel naar ons is toegereden. Gat is 16e inmiddels. En kijken wat de Australiër hier kan op met de DRS gedeelte. Hebben we de overtakeknop aangezet. Piastri kijkt naar de binnenkant. Nee. Maar we gaan hier een beetje wijd. En dat ziet Piastri. Is er voorbij. Maar hebben hier de betere tractie. Dicht naast elkaar. En Piastri pakt de leiding af. In de laatste ronde van de sprint. Dan val ik hem hier weer mooi terug aan. Onverwacht. En behouden die eerste plek. Wat kan de Australiër hier nog doen? Niet zoveel. Nee, Piastri kan hier helaas helemaal niks. Gaan nu voornamelijk ERS sparen. Voor de exit van deze laatste bocht. En dan zit de laatste sprint er ook alweer op. We winnen hem, jazeker. Klein gevecht met Piastri op het einde van de sprint. 8 punten erbij. Verstappen is helemaal teruggezakt. Norris op P3. Yes, mate, I'll take that. Well done. We're really happy with the podium down here. So well done. Yes. En krijgen drive of the day. Uitslag van de sprint. Wij winnen dus de race. Piastri naar 2, Norris 3 en Max naar P6. Een beetje teleurstellend, maar goed, het geeft niks. Dus het op naar de hoofdrace en kijken wat we dus kunnen gaan doen. Daar gaan we dan. Formula 1 returns to Interlagos once again with the stage set for what promises to be another classic Sao Paulo Grand Prix. Sebastian Vettel famously clinched his third championship here in 2012. And in 2016, Max Verstappen treated us all to one of the finest wet weather drives of all time. Interlagos, always a very special race here in Brazil, is a 2.7-mile circuit with 9 lefts and 6 rights for a total of 15 corners. The fastest lap today should have an average speed of around 135 miles per hour, if, of course, the weather stays dry until the end of the Grand Prix. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position, and Oscar Piastri completes the front row. Looking down the rest of the grid, we have Norris, Tsunoda, Verstappen, Russell, Leclerc, Teo Pourchaire, Gasly, Drugovich, Perez, Richard Vachon, Doohan, Sargeant, Sainz, Hauger, Albon, De Vries, Stroll, Bottas, Magnussen, and Liam Lawson. And now it's time to head down to the track. And we welcome Anthony Davidson to the commentary box. And these regulations, we're getting used to them now.
Have they improved the wheel-to-wheel action out there? Let's talk about the professor. Well, it was a really impressive lap in qualifying to get pole position, but are they going to be able to hold on to the lead into the first corner with so many quick starters around them? And apart from that, keep an eye out for anyone getting a good launch from the midfield. You see it happen from time to time, and it can really throw a spanner into the races of the quicker cars and push them into a more risky strategy. Okay, here we go. I know what you can do. Don't let me down. Nou moeten de ingenieurs dus niet teleurstellen. Weet dus wat wij kunnen, zegt hij. De strategie is soft medium. Nou, we gaan beginnen voor de formatieronde in deze hoofdrace. Okay, so let's go through all the gears if we can. We need to make sure the engagement is okay before the start. We're going to want to put some temperature into the tires and brakes. We need to keep the engine cool though, so don't go too high with the revs. Nou, heel veel informatie van de ingenieur wat we eigenlijk al lang weten. En komen we dus aan bij onze positie. Hopen dat we dit keer wel keurig in onze grid komen. Jazeker, 0,5 meter ervan af. En nu is het wachten totdat de laatste auto bij zijn positie is aanbeland. En dan gaan we gewoon beginnen voor deze allerlaatste race in My Team Career Mode. De hoofdrace gaat dus beginnen na een dominante sprint. Het kan zijn dat Piastri ons gaat lastig maken. Wie weet, we zullen gaan zien wat er gaat gebeuren. Als de lampen aangaan voor deze laatste race in Brazilië. En ze zijn uit en we zijn onderweg en komen prima weg. Jazeker, en Tsunoda gelijk al met Piastri aan de slag. We stappen al naar P3, dat doet hij heel goed. Een prima start voor onze teamgenoot. Maar wij behouden dus de leiding in de eerste bocht. Tsunoda zit er wel dicht op. Gat is nu 2/10 en die McLaren is snel. Kijkt hier aan de buitenkant van ons. Maar kan er niet voorbij. We laten Paars in sector 1 noteren. We moeten focussen op de Japanner. Kan hier nergens naartoe. En wij behouden de leiding. De leiding dus. Tsunoda kijkt wel bij ons. Zit de koekeloeren. Houden de auto zo breed mogelijk als dat kan. Klein momentje op de exit. En daar gaat het al mis. Jazeker, want daar maken we een fout. En Tsunoda is er langs. Aan de binnenkant. De overtakeknop is aangezet, maar we zijn kansloos tegenover de McLaren. En Max Verstappen zit ook aan te vallen bij ons. Komen we terug in de slipstream bij Tsunoda. Die laten snel zijn raceronde noteren. En vallen hem daar aan, jazeker. Goed gedaan. Nu is het kijken wat Tsunoda hier dan kan gaan doen. Kan hij terugkomen? Kijkt naar de buitenkant. Nee, kan niet terugkomen. En laat een paars in sector 1 noteren. Goed gedaan. Zitten we in de derde ronde van de race. Als DRS is ingeschakeld en Tsunoda hier aan de binnenkant kijkt. Gaan scherp verdedigen, maar zijn daar helaas gezien. Proberen wel terug te komen. Lukt helaas niet. Tsunoda met een betere exit. Tappen zit ook te kijken. Gat is 3/10. Hier kan het helaas niet. We moeten het denk ik zo meteen doen van de DRS op het rechte stuk. Ik ben hier wel snelheid mee, dankzij de slipstream. Rijden bijna tegen Tsunoda op. We moeten nou oppassen, hij heeft ons wat 10e gekost. Dat is nu 4/10. Maar hebben hier DRS en overtake en slipstream. En rijden er gewoon naartoe. Tsunoda noteert het snelste raceronde. En hier vallen we aan de binnenkant. Jazeker. Goed gedaan. Hopen dat we dit nu kunnen vasthouden. Tsunoda zit wel te kijken. Niet naar de buitenkant te gaan. Maar dat lukt niet. Prima wedstrijd tot nu toe. Zitten we in de zesde ronde van de race. We stappen nog altijd op P3, Tsunoda nog altijd op P2.
maar heeft hij weer een betere exit. Nog 20 rondes te gaan in de race. En Tsunoda zit hier aan te vallen. Zometeen, of hier dan, jazeker. En is er voorbij in de 7e ronde van de wedstrijd. Kunnen niet terugkomen helaas, want hij blokkeert ons pad. En hebben daar een momentje corrigeren, Verstappen aan de binnenkant. Maar hebben de wijdere lijn, kunnen meer snelheid meenemen en gaan ook een beetje verdedigen ten opzichte van Max. En Tsunoda rijdt aan de leiding. Hier gaan we te wijd. Maar Max kan hier helemaal niks doen. We doen dus nu een besparingsstand vanwege weinig ERS. Iedereen nog in competitie. 22 auto's rijden nog. Dat is goed om te zien. Wat kunnen wij zometeen doen in de 8e ronde van de race? Wat na Tsunoda is 15e. En Max inmiddels 17e. En Piastri is het 1,4 seconden. En hebben weer DRS tot onze beschikking. En de slipstream en de overtake. Tsunoda verdedigt die binnenkant, maar is niet goed genoeg. Alhoewel, we schieten hem een beetje door. En dat betekent dat Tsunoda weer de leiding herovert. We moeten het opnieuw gaan proberen. En dat doen we ook. Een ronde later. In ronde nummer 9, als we over startfinish zijn, gaan we proberen om hier dan aan te vallen. Aan de buitenkant ook niet. Maar hier dan wel aan de binnenkant. Doen we een beetje genieper. Mag eigenlijk niet. Maar goed, zo zijn we er wel voorbij. Gaan gelijk in verdedigingsstand, want daar zit Tsunoda, maar kan er niet langs. Verstappen heeft het met Piastri aan de stok. En Piastri is er voorbij. Max naar P4. En we zitten in ronde nummer 10 van de race. Nog 15 rondes te gaan. De pitwindow gaan we bereiken, zegt de ingenieur. Gaan we naar de mediumband? Jazeker. Het gat naar Tsunoda is nog altijd 3/10. Die Japanner houdt niet op met vechten voor de leiding. Kijkt hij naar de buitenkant, is er niet voorbij. Oppassen, want de tire degradation gaat eraan. Minder grip op de zachte band. Moeten dus naar binnen. En in ronde nummer 12 vind ik het wel tijd om naar binnen te duiken. Verstappen rijdt een ronde langer door. En Tsunoda gaat met ons mee. Hetzelfde geldt voor Gasly. Allemaal naar de medium band. Schol rijdt gewoon nog langer door. 2,2 is de pitstop. Een goede tijd. We komen terug op een 7e positie. Voorzichtig aan doen bij de muren. Hebben daar wel een muurtje geraakt. En Piastri is ons voorbij geschoten. Maar ik weet niet of hij nog naar binnen moet. Volgens mij wel. Hebben in ieder geval de overtakeknop weer lekker volgespaard. Ronde nummer 13, begin ronde nummer 14 als de DRS weer is ingeschakeld bij ons. En de overtake en de slipstream vallen we hem daar mooi aan bij de binnenkant. Prima inhaalactie. Max is naar binnen geweest voor de mediumband. Piastri kan wel terugkomen. Jazeker, die komt zelfs terug. Jazeker, aan de buitenkant. Maar wij sturen wat wijd. En zo behouden wij de 5e positie. Op naar Carlos Sainz. Dan hebben we daarna Felipe Drugovic. En daarvoor rijdt, denk ik, een Alpine. Weet ik niet zeker. Een Aston Martin. En daarvoor rijdt, denk ik, George Russell. Maar goed, hier hebben we Carlos Sainz. We moeten hem zo snel mogelijk zien te passeren. En dat doen we ook, jazeker. Hier aan de binnenkant. Maakt het ons niet moeilijk. Sorry, maakt het ons niet makkelijk, dat wou ik zeggen. Poortje was het dus. Theo Poortje reed dus op
P3. Maar dat betekent dat iedereen naar binnen is gedoken. Tsunoda kan het niet meer goed maken. Komt anderhalve seconde tekort voor een race-overwinning. Wij pakken hier de laatste wedstrijd van My Team Karemoot. Met als race-rondepunt goed gedaan. Verstappen stelt helaas teleur. Slechte strategie van hem. Maar goed, daar kunnen wij niks aan doen. Krijgen nog een track limits waarschuwing. En is het op naar F1 24. Fantastic drive, that's just fantastic. Amazing, you deserve that race win. Well done, mate. That's it then. They've taken the win here as we wrap up another fantastic Formula One season. Anthony Davidson, a resounding victory today. What set them apart from the rest? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs, and that's allowed them to get the best out of the car, to maximise the strategy, and to stay out of trouble. Well, what a thrilling end to an incredible Grand Prix weekend. Our top three finishers should be incredibly happy with what they were able to achieve out there today. Hier ben ik de uitslag van het weekend. Wij winnen dus ook de hoofdrace. Goed gedaan, Piastri naar P2. Heeft dat goed? Nee. Tsunoda naar 2, Piastri naar 3. Norris 4, Leclerc 5, Max helaas op P7. En geen uitvallers. Interessant. Eindklassement 140 punten is het gat naar mezelf en Max. Een uiterst dominant seizoen, ondanks twee uitvalbeurten. En ja, Max is dus tweede bij de coureurs. Goed gedaan. Dus al met al een prima seizoen. En is het op naar het rivaal breakdown wat wij gewoon hebben gewonnen. 30 tegenover 20. Jazeker. Uitstekend gedaan. Team McLaren is ook gewoon weer goed. En van allen doelen de sponsoren behaald $2.56 miljoen erbij. Max en ik hebben wat schade gereden. $27.000 misgelopen. In totaal op de bank $32.68 miljoen. Maar goed, ik ga deze video afronden mensen. Ik hoop dat je genoten van deze grote prijs. Heb je genoten, beloond dan zeker met een like. Heb je niet genoten, dislike de aflevering dan. En trouwens nieuw op mijn game kanaal. Abonneer dan voor meer. Ja, My Team Karemoot video's. Wekelijkse afleveringen komen er nu even niet. Het is nu wachten totdat F1 24 uitkomt. Want ja, om nou weer met F1 2010 aan de slag te gaan, dat zie ik op dit moment ook even niet zitten. Dus ja, daar is het helaas even op wachten. En zodra die game uit is, want ik heb hem gepreorderd, gaan we daar gelijk mee aan de slag. En gaan we weer verder met My Team. Of ik kan ook kiezen voor een driver career mode. Maar goed, dat is even kijken wat we daarmee gaan doen. Nogmaals, het eindklassement van alle seizoenen. Seizoen 4. Seizoen 3. Seizoen 2 en seizoen 1. Maar ja, seizoen 1 telt niet echt mee, vind ik. Was nog ons rookie seizoen. 3 rijderskampioenschappen binnengehaald. 2 constructeurs. 34 race-overwinningen. 22 pole positions. En 36 podiumplaatsen. Een uitstekende carrière in My Team. Ja, en dit was het dan, mensen. Ik hoop dat je genoten van deze serie. Heb je genoten? Beloon het dan zeker met een like. Heb je niet genoten? Dislike deze playlist. Dat, ik weet niet of dat ook mogelijk is, maar mocht je de playlist niet leuk vinden, ja. Helaas, pindakaas. Dat is dan jammer. En ja, volgende keer op de sociale media. Mijn gebruikersnamen staan in de beschrijving.
Dit was Genam mensen. Dank voor het kijken naar deze serie. Dan zou ik zeggen, tot de volgende keer.